een keuze was ook van, we moeten de grond teruggeven aan de gemeente. En het gaat niet door natuurlijk. En uiteindelijk hebben we wel gezocht naar oplossingen. En ben ik blij dat iedereen water bij de wijn heeft gedaan en dat we aan het bouwen zijn. Elke woning is uniek, elk appartement is uniek. En we hebben nooit met elkaar heel goed de spelregels afgesproken in het verleden. Van tot hoever kan je gaan? Tot waar houdt iemands verantwoordelijkheid op? Of welke keuze kan je dan als lid bijvoorbeeld echt niet meer maken? En wordt bepaald door de aannemer om ook het bouwproces door te laten gaan. En soms moet je dus dan ook zeggen, nee, dat kan niet meer. Hè, of moet je ook strenger zijn? Zullen we een rondje maken? Ja, is goed. Maar dat fijnere werk komt nog, hè? Er komen allemaal plankjes. Het wordt net zoals die woning. Dat idee. Oh ja. Dat is ook voor Martjan. Zitten ze nou een beetje op schema? Ja, ze lopen zeker op schema. Ja. Maar je noemt nog geen datum? Zeker niet. Nee. Nee, belofte maakt schuld, hè? Waar kijk je nu specifiek naar bepaalde onderdelen? Of? Nou, vooral de dakbedekking. Hè? De daken zijn dicht, maar de dakbedekking zit er niet op. En het water moet natuurlijk wel weg. Dus hij heeft overal folies en tijdelijke voorzieningen getroffen. Om überhaupt wel te zorgen dat de isolatie niet nat wordt. Hier was dus water naar binnen gelopen. Ze hebben hem nu afgedekt. Ja. En daar zit het water in de isolatie ook. Als hij maar weer heel goed droog is voordat hij dicht gaat. En anders moeten ze stukken vervangen. Ja, hier zie je. Kijk, de cellulose, kijk papier. Is het enige isolatiemateriaal dat je liever niet nat hebt. Zo. Is het de betontijd? Hij staat er, hè? Ja. Heb jij dit weer uitgezocht? Het weer? Ja. Ach ja, je bent niet van suiker, hè? Goed weer om te starten, toch? Ja. De laatste verdieping. Ik zou denk ik wel voor de hoekappartementen gaan, zodat ik het uitzicht heb op wellicht misschien de hei. Ja, daar zou ik dan denk ik toch voor gaan. Nee, ik kom van het platteland. Nou, is het bijna klaar? Bijna klaar. Ze kunnen er bijna in. Ja.